De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, oftewel de NSOB, gaat de bestuurscultuur in Arnhem onderzoeken. Een speciale commissie met gemeenteraadsleden heeft het Haagse instituut daartoe aangewezen. Leendert Combé is VVD-fractievoorzitter en lid van die commissie. U zit in die commissie, bent u er blij mee? Ja, ik ben heel blij met de keuze. Je zegt er is een commissie, dat is ook zo. Je hebt altijd zo'n een vehikel nodig om het te organiseren. Maar de raad heeft heel breed een motie, waar wij ooit als VVD het initiatief voor hebben genomen, een motie aangenomen om het onderzoek te gaan doen naar de bestuurscultuur in Arnhem. En eigenlijk ontstaan omdat er natuurlijk een aantal wethouders zijn vertrokken. Twee keer is er een collegepartij vertrokken. Dus wij zeiden van ja, er leven nu zoveel beelden bij verschillende mensen, verschillende beelden. Laten we nou eens kijken, laat nou eens professor Frisse in dit geval eens onderzoek doen om te kijken van waar komt dit vandaan? En vooral, en dat is een klein deel van het onderzoek wat mij betreft, en vooral ook, wat kunnen we ervan leren en hoe kunnen we daar de lering uittrekken voor de komende jaren? Want dit is natuurlijk iets wat gewoon slecht is voor Arnhem. Je kunt aan de slag met dit onderzoek. Ja, we kunnen nu aan de slag. En wat mij betreft was de rekenkamer ook een prima optie geweest. Maar de meerderheid van de raad die wilde graag, of tenminste om een meerderheid, we wilden eigenlijk zo unaniem mogelijk het onderzoek. Dus om die partijen over de brug te krijgen, hebben we gezegd, dan kan er ook een externe partij zijn. En dat is dan in dit geval professor Frisse geworden. En die gaat heel snel van start, want in oktober al worden de eerste resultaten aan de raad gepresenteerd. Wat behelst dat en wie behelst dat? Ja, wie het behelst is natuurlijk vrij breed. Het gaat natuurlijk over het college, over de raad, over ambtenaren, over de regiogemeente, over de provincie, over belangrijke partijen in de stad en de relaties tussen al die clubs. Dus dat is natuurlijk best een heel ingewikkeld samenspel. Dus daarom zijn er ook best veel interviews gepland. Deels groepsinterviews, deels individuele interviews. Om daar boven water te krijgen wat mensen zich vinden, wat bestuurscultuur maakt en breekt en wat je in Arnhem wat er niet goed gegaan is in Arnhem de afgelopen periode. Wat is er precies aan de hand in Arnhem dat dit onderzoek nodig is? Ja, ik wil dat niet mijn persoonlijk oordeel, want dan krijg je weer dat al die beelden, die heeft iedereen ook. En daarom is juist het onderzoek om dat eens een beetje bij elkaar te pakken tot één verhaal. Iedereen weet dat er vrij veel wethouders zijn opgestapt in deze coalitieperiode. Dat er twee coalitiebreuken zijn geweest. Dat zegt natuurlijk wel iets. En het is gewoon, en los van het feit of dat veel is of weinig is. Uiteindelijk gaat het, dat Bart Vermeers schreef het ook mooi in de krant. Als hij met zijn vriend bij zijn vrienden in Amsterdam komt, dan hebben ze het niet over het mooie station of over de Jansbeek, maar dan hebben ze het over het gedoe in het bestuurlijk gedoe in Arnhem. En dat is wat je als stad gewoon niet wil, of in ieder geval niet moet willen. Wij willen dat als VVD niet. En daarom hebben we het initiatief genomen om dit onderzoek te gaan doen. En dat wordt unaniem gedragen door alle partijen? Ja, dus die motie is unaniem aangenomen. Ja. U wacht het onderzoek in oktober af. Wat gaat de raad hiermee doen? De raad zal de resultaten bediscussiëren. En wij weten natuurlijk allemaal nog niet wat de resultaten zijn. Dus dat is ook daarvan afhankelijk. Hoe stevig het is, hoeveel het op de raad betrekking heeft. Of juist wel of juist niet. Dus het is ook de vraag welke rol de raad straks heeft in het verder brengen van de aanbevelingen. Ik neem aan dat er ook voor de raad best een aantal aanbevelingen tussen zullen zitten.